We gaan een landschapje doen. Lucht, land, water. Maak eerst even een schets. Deze komt er iets voor. Dit zijn achterste. Dit is midden. Hier doen we een boom. Een kleine boom ernaast. Er komen wat reflecties in natuurlijk. Goed, gaan we eerst kleurtjes maken. Ik gebruik geen gekke kleuren, gewoon ultramarijnblauw. Het is nog wat vies hier, maar dat maakt niet uit. Hiernaast maak ik eenzelfde mix, ultramarijnblauw, maar dan met een beetje gebrande sienna. Dat is een beetje grijs. Dan doen we eerst met een beetje schoon water. Vooral de hoeken even nat maken. Hoeken vragen altijd veel aandacht. Dus die maken we wel nat. Net als de zijkanten. Van start. Het is een klein paletje, maar dat maakt niet uit. Een klein Holbein paletje, nummer 100. Goed. Hou de lucht licht. Het is nou wit papier natuurlijk. Als je dan gelijk heel donker blauw doet en heel donker grijs, dan moet je steeds donkerder en dat is niet de bedoeling van de aquarel. Nou ja, eigenlijk is niks de bedoeling van de aquarel, maar je doet gewoon wat je zin in hebt. Als het maar een leuke aquarel wordt, toch? Papier is Saunders Waterford. Dat vind ik altijd lekker schilderen. Dit is een cold pressed. Dus het is vrij glad. Ik hou ervan om bij de horizon hier een beetje geel te doen. Of tenminste roze sienna. Niet te veel, niet te weinig. Ik denk dat die nog wel een beetje grijzer kan hebben. Dus we doen nog een beetje mix.
hetzelfde doorheen. Een beetje waterig. Zo is hij beter. Je ziet dat dan die randen gelijk vol lopen. Als je vooraf van nat gemaakt hebt, dan heb je daar geen omkijken naar. Misschien in de verte nog een heel klein. Nu gaan we hetzelfde een beetje in de lucht doen. Of in het water. Ook weer ultramarijn. Veel water. Maar je kwast. Hoeft niet zo nat te zijn. Deze kwast is eekhoornhaar. Ik weet niet meer welk nummer. Ik denk het nummer 10 of zo. Als nieuw zijn, dan hebben ze nog een hele mooie punt. Maar ja, je was de kleuren mee dus. En de verhouding tussen water en pigment vind ik beter dan met andere kwasten. Waarom weet ik niet, maar ja, dat is misschien persoonlijk. Dan gaan we de, omdat het papier nog nat is, gaan we de bomen erin zetten die het verste weg liggen. En dat wordt mooi zacht dan. En dat doen we dan met ook weer ultramarijn. En een beetje light red. Wel dekkend, pas op. Dus doe het niet in de lucht of zo. Dan haal je toch wat van de transparantie weg. Maar daar in de verte een beetje. Ik doe er ook een beetje alizarine door. Dat hij een beetje paarsig wordt. Als je hem lekker dik maakt, dan vloeit hij niet zo heel veel uit. Maar precies genoeg. Hier wordt het misschien wat verder. Je weet niet. Maak hem wat blauwer. Hier is het al een beetje droog. Maar ja, dat komt toch achter die boom te liggen. Dus. Hier komt het veld. En ik hou van kobaltblauw om groen te maken.
een vrouw aan het stofzuigen op het moment dat ik een filmpje opneem. Maar goed, het land is nu zo voor elkaar. Moet ik alleen nog iets van een wal erin zetten. Dus maken we een donkergroene. Ultramarijn. Een groene anciana. Even drogen. Nou, het is inmiddels gedroogd. Een beetje bobbelig nog hier en daar. We moeten hier de bomen doen. Op de middelafstand. We moeten hier nog wat aan de oevers doen. Hier een grote boom. En wat reflecties. Ik denk dat ik hier eerst die grote boom maak. We beginnen met Aurolium, misschien is het ook wel Nieuw Cambodge, geen idee, kobaltblauw. Hier doen we ook wat kobaltblauw met. Ruwe Sienna. Dat maakt een beetje een ander soort groen. Hier doen we ook de ruwe Sienna door. En dan gaan we van start. Aquarel is niet een techniek waarbij je bang moet zijn. Dus je kan het alleen maar één keer fout doen. Of je doet het in één keer goed. Ik hou ervan wat kleurtjes in te zetten. De buitenranden. Waar het licht wordt. Een beetje geler. En hieronder is natuurlijk de schaduw, dus daar moet die donker zijn. Dus daar maak ik hem van ultramarijn. Dat is een iets donkerder blauw dan. Kobalt. Maar nog steeds mooi transparant. Hierachter hebben we ook een boom. Maar die doet eigenlijk niet zo mee. Dus die maken we een beetje blauwachtig. Dus dan valt hij niet zo op. Het is de boom waar het om gaat. Ander kwastje, die heb ik al 20 jaar, of meer dan 20 jaar.
ultramarijn. En een of andere bruin. Ik geloof dit het. Ja, bunt umbris. Lekker donker. Rondom die schouderkade mag het ook wat donkerder. Een dun kwastje zoeken. Verkeerde kwastje. Zo'n rigger. Even een dunne lijntje zetten hier tussendoor. Gedeeltelijk nat droog. Het zijn van die schietwilligen, die hebben al de takken eruit hangen. Onder de boom moet het natuurlijk lekker donker worden. Dus daar brengen we een beetje een schaduw aan. Een donkere kleur die we weg laten lopen. Zo. Dan hebben we hier nog reflecties. Kant van het riet. Aan deze kant hebben we dat ook. Doen we iets andere kleur in. Iets meer ruwe sienna. Hier heb je witte dingetjes, schilder daar een beetje omheen. Dat maakt net. Dat het leuk sparkelt daar. Je hebt daar dan. Het is hier nou nat natuurlijk. Dan nemen we schoon water. En laten het een beetje erin lopen. Hier moet natuurlijk die boom gereflecteerd worden. Het vooral met die lange strepen.
lekker veel water. Niet iedere brush of penseelstreek is overdacht. Dat is. Soms doe je ook iets dat je denkt, goh, die pakt lekker uit. En soms heb je er een dat je denkt, oh, had ik dat nog nooit gedaan. Ja, wat dat wordt, weet ik niet. Ik hoop dat hij goed opdroogt. Goed. Middelboompjes. Het mag een beetje groen zijn, het mag een beetje blauw zijn. In ieder geval grijzig. Moet niet te veel opvallen. We doen een beetje zo. Zet er wat water tegenaan. Een beetje wat donkerte eronder. Hier krijg je een hele lelijke rand, dus die moet ik even weghalen zo. Zo. Goed, we maken het nat. Dat heb ik weer gedaan, ultramarijn en roze sienna. Ik denk dat dit wel goed is. We hebben hier nog een groen dingetje. Is hier nog nat, dus anders maken we het nat. Ik vind dit nog een beetje je ziet, ik gebruik allemaal dezelfde kleur: ultramarijn, kobalt, gebrande sienna, ruwe sienna, dus bijna vier, af en toe een beetje alizarine. Dit mag nog wat hebben zo.
Goed, neem een grote kwast. Om in het schilderij te komen is het altijd beter dat je hier een donkere band hebt. Of altijd beter. Het is een handigheidje. Ultramarijn, alizarine, een mooi paars, een beetje gepunt sienna. Het moet een beetje een donkerblauw warm iets zijn. Test. Ja. Iets blauwer. Schoon water er tegenaan. Ik haal dit een beetje weg, want dit doet niet de zaak. Zijkanten hoeven spelen niet mee. Nou, dan gaan we eens kijken. Oh ja, moet alleen nog even drogen. Zo, ik heb hem even droog gefeund. Nu weer lekker. We maken een donkere mix, want ik ga nog wat takjes hier doen. En één tak bevalt me niet, hier die valt wel heel erg veel op. Dus die halen we even weg. Ultramarijn, een gebrande omber, sienna, maakt niet uit als het maar donker is. Die is een beetje te. Door takken half uit je boom te laten komen, dan geeft het ook een beetje een 3D-achtig aanzien. In die open gaten zijn ze extra donker, dus zet ik het een beetje meer aan. Nou, hier nog een beetje. Niet te veel. Ik denk dat het zo goed is. Maar eventjes. Randjes eraf. Dat is wel aardig. Kleinste kwastje.
Wat? Wat vogeltjes in de lucht bij zo'n boom. Nou. Dat is hem. Dank u wel.